wat moet er allemaal nog gebeuren voordat de eerste schop de grond in gaat? Veel. Heel veel. Er moet best nog veel gebeuren voordat de eerste schop de grond in gaat. We hebben vanavond een inloopbijeenkomst gezamenlijk in Flevoland en in Overijssel. Tijdens die inloopbijeenkomst kunnen mensen iets vinden van ons plan in hoofdlijnen, ontwerpplan in hoofdlijnen. Dat wordt daarna vastgesteld begin 2019 als plan in hoofdlijnen. Daarna gaan we nog de gewone ruimtelijke ordeningsprocedures doorlopen. Want wat moet er nog gebeuren? De bestemmingsplannen moeten nog een beetje aangepast worden. Er moet een projectplan waterwet vastgesteld worden, zodat we dat roggenbotscomplex kunnen amoveren. En nog een paar van dat soort dingen. Daar hebben we maar 9 maanden voor nodig om dat ongeveer te doorlopen. We moeten een aannemer contracteren. We willen nog een aantal optimalisaties in het ontwerp doorvoeren. Dus er moeten nog best een paar dingen gebeuren voordat de eerste schop zo in 2020 de grond in kan. Hoe lang duurt de bouw? We schatten dat de bouw 2 tot 3 jaar gaat duren. En dat zal gefaseerd zijn. Daar hebben we ook een aannemer voor nodig om dat precies uit te vogelen hoe lang het gaat duren. We schatten dat we daar een periode van 2 tot 3 jaar voor nodig hebben. Als ik door mijn oogharen heen kijk, maar ik ben de aannemer nog niet, dan denk ik dat we eerst een nieuwe weg gaan bouwen. En pas daarna dat roggenbotcomplex gaan amoveren. En dat we gaan proberen om tijdens de verbouwing de verkoop zoveel mogelijk door te laten gaan. En zo min mogelijk overlast voor het verkeer te veroorzaken. Want hoe lang zal het verkeer ongeveer geen gebruik van dat punt kunnen maken? Dat weet ik niet. Gaan we met de aannemer bekijken. Maar als u kijkt naar het aantal overgangen tussen het oude en het nieuwe land, dan zullen we dat tot het minimum gaan beperken. Moeten we dan in maanden denken of in jaren? Nogmaals, dat weet ik nog niet. We gaan zeker niet in jaren denken. Dat lijkt me zeer ongewenst. We gaan proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. En misschien gaan we wel tijdelijke maatregelen nemen. Maar dan gaan we samen met de aannemer, als die er is, gaan we daarnaar kijken. Want voor het verkeer, als de ene brug eruit gaat en er is nog geen nieuwe brug, dat wordt natuurlijk het grootste probleem. Of kunnen de beide, de oude en de nieuwe brug, straks nog naast elkaar functioneren? Als u de plannen goed bekijkt, dan kunnen de oude en de nieuwe brug nog net naast elkaar functioneren. Dan ligt de nieuwe brug die ligt wat zuidelijk van de oude brug en van de oude sluis. Dus we kunnen wel degelijk eerst een nieuwe situatie bouwen en daarna de oude amoveren. En als ik door mijn oogharen heen kijk, dan denk ik dat dat ook de meest logische volgorde is om het te doen.